Le Gouvelin. Le Gouvelin. Dat is Close Edition. Ik heb het ook. Ja, zeg dat. Hoe? Le Gouvelin. Le Gouvelin. Van de serie Suits of was het? Nee. Nee. Geen idee, maar... Die zitten bij een andere golfbaan op het terras. Twee van die pipo's. Ja. De ober komt eraan en zegt die ene keer dat ze de Gouvelin. De Silver Edition. Sorry about that. The Gouvelin. The Stiller's Edition. De Gouvelin. Lagavulin. Dus. Welkom bij Bovetski. Ik ben Jules. Ik ben Paul. Ik ben Dennis. De Gouvelin. De Gouvelin. Het is de Stiller's Edition. Ja. Ja. Lagavulin. Arla Single Malt Scotch Whisky. Age 16 years. Scotch Whisky. Mooi. Ja. Lagavulin is een van de oudste distillerijen van Arla. Niet dat er hier wil zijn, maar... Dit is wel een hele beroemde whisky. Dit is de meeste whisky liefhebbers kennen het wel. Veel mensen willen hem graag hebben. Vooral de Piet liefhebbers. Het is wel een van de favoriete distillerijen onder de Turf en de Piet liefhebbers. Maturatie bij ex-bourbon en ex-sherry vaten. 16 jaar lang. Ja, ik ben gewoon aan de slag. Ja, we gaan er zo meteen over hebben. Zwaar werk. Oh, strakke keurig. Een zwarte doos. 16 jaar. Donkergroen, wat is het? Is een mooie kleur. De whisky of de doos? Ook. Ja, de whisky heeft ook een mooie kleur, maar dat is omdat die bijgekleurd is. En dat is eigenlijk, ik wilde het tot op het laatste bewaren, maar dit is echt... noemen ze een flagship Arla whisky. Maar het is eigenlijk een flagship Arla whisky die alle regels van de whisky snob breekt. Want de whisky snobs willen geen whisky wat gefilterd is. Gefilterd. Ze willen geen whisky hebben wat bijenkleur is. Bijenkleur. Ze willen eigenlijk een whisky op 46% hebben. 43%. Eigenlijk al die regels wat die whisky snobs eigenlijk aan wilden houden en eigenlijk... Ja. Ja. En toch houden ze ervan. Dus dat vind ik wel eigenlijk mooi. Ja, dit is... En ik snap wel, want de Lagavulin 16 is gewoon een hele lekkere whisky. Spoiler alert. Maar... Het eerste, ik heb deze nog nooit gehad, hè. Maar het eerste wat me gewoon opvalt is jodium. Ja, dit is wat dat betreft een hele typische Arla whisky. Het is medicinaal, dus dat jodium ja. Komt er stijgen voor. Ja. Veel gol / turf. Ik vind het wel gewoon turf. Ja. Maar buiten dat medicinaal, dat turf is, er zit wel heel veel sherry accenten aan. Dat sherry vat deel van de rijping komt wel sterk voor. Ja, meens. Nou, wat Martijn zei, dat het eerste wat aan me opvalt is de turf en het minste naar de jodium. Ja. En daarna heb ik echt gewoon vol abrikoes. Ja, register niet, maar dat is eigenlijk wel een pieten. Een pieten abrikoos, ja. Pieten abrikoos. Een volge pieten abrikoos. Maar het... Sinasje. Een boomkaartfruit zit ook op, maar dat is voornamelijk peer. Peer, ja, mee eens. Ja, en vanille. Karamel, ja, dat hebben ze toegevoegd, dus je dat trekt je zo. Maar
Wat veel, is een geurtje wat erop zit, wat veel mensen niet meteen een naam kunnen geven, maar zwarte thee. Er zit een theeluchtje aan. Dat is een hele sterke zwarte thee. En dat heb ik niet over een Earl Grey of een English Breakfast thee, want dat is wat zoeter. Dit is net wat sterker, een beetje bittere, sterke zwarte thee. Ja. Oh, en wat ik ook nog wel uithaal, bacon. Heel lichtjes. Niet het is niet vergelijkbaar met Outbacks. Nee, absoluut niet. Zit er wel op, maar ja. Het is wel wat... wat hartigs. Ja. Ja. En ook iets wat we bij... welke whisky was het? Was dat bij de Springbank of bij de Pindar? Pinda's. Welke whisky waar jij dat uit haalde? Ja. Ja. Een van die wat hier staan, de Pindar's, dat haal ik hier ook uit. Volgens mij was het Springbank. Dat is wel kunnen, ik ben het weer kwijt. Kijk het ook. Maar samen met dat eyelid karakter, de pindas, is wel gezouten pindas. Nee. Niet de blanke pindas wat witte vormen. Ja, hij heeft wel wat ziltigs. Ja, weet je, op zich best complex. Ja, er zit er veel op. Veel verschillende dingen. En er zit ook een beetje chocola op. Als je een beetje gewend bent aan de jodium, dat medicinaal in de deur, komt een beetje chocolade naar boven. Ja, ik moet zeggen dat waar dat medicinaal voor mij eigenlijk direct eruit sprong, zakt dat nu iets verder naar de achtergrond. Die chocolade is trouwens wel, dan ga ik wel richting puur. Ja. 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 Zwaardje. Lounge uit. Dit is wel een lekker, rijke, dikke mondsmaak met turf. Ja. Maar dat jodium valt nu wel een beetje weg. Er zit er wel nog steeds, maar ik vind dat de sherry meer naar voren komt. Sherry komt naar voren. Aprikozen zitten nog steeds op, maar wel lekker zoet. Aprikozen en sham. Ja, en dan? Na al dat zoete en turf, heeft hij een beetje bite. Ja. En dan ga ik richting gember. Ja. En ik ga het nog moeilijker maken. Er zitten twee soorten gember op, vind ik. Dus dat echt wel dat verse gember, dat is waar dat bite vandaan komt. Maar je hebt een iets mildere, iets zoetere gembersoort, samen met de granen. Dan heb ik over gingerbread. Die gingerbread koekjes. Ja, ja, ja. Dat zit er ook op. Dus het is niet helemaal hetzelfde. Ik pik het eigenlijk als twee verschillende dingen op. Maar voor de rest, ja zo. Butterscotch. Ja. Ja, dan moet een beetje het bak kruiden zit er een beetje op. Afdruk is medium tot lang. Medium tot lang, ja. Had voor mij wat langer mogen zijn. Want wat op de afdronk zit, is wel heel lekker. Ja. Het is weer een zoete afdronk met een kruidig randje. Ja, absoluut. Het durf zit er wel nog steeds, maar niet zo sterk aanwezig als de neus en op de pallet. De vanille en het kamfeer. Het durf is meer kamfeer ook, vind ik niet. Het marshmallow effect. Kamfie marshmallow. Ja. Ja. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, dat ben ik met je eens. Ik vind het nog steeds fantastisch dat het echt gewoon een beetje de aardsvijand is van de whisky snob. Het is gewoon heel lekker whisky en de fabriek gewoon eigenlijk al hun richtlijnen, regels, wensen. Dat is echt gewoon fantastisch. Dat is een van de charmes van de whisky eigenlijk. Wat ik minder charmant vind is de prijs. Ja, wat doe je mee? Nou, ik begin even anders. Ik weet een jaartje of zeg maar 5, 6, misschien 7 geleden kon je zo'n fles 16 jaar oud lekker willen uithalen voor 50, 60 euro. Mm-hmm. Ja, nu ga je weer richting 100, 110 euro. Het goedkoopste wat ik op dit moment heb kunnen vinden online was 80, 85 euro.
En ja, de gemiddelde zit je toch op de 100 euro. Dus, en dan heb je een gechillfilterde. Whisky. A43%. Ja. Ja. Nou, het is wel heel lekker. Nee, 100% mee eens. Plus je betaalt de naam. Ja. 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 Ik heb puur op smaak, ja. Ja, en dan veeg ik alles aan de zijkant weg. Dan is dit gewoon een dikke 8,5. Ja, ja. Het is een dikke 8,5. Bijna 9. Bijna 9 ja. Zelfs. Ga je alles erbij optellen? Dan kom je niet hoger dan een 7. Nee, weet. Dat vind ik wel heel lastig aan deze whisky. Het is een whisky wat je moet kopen in de aanbieding. Ja, of als je verbieden whisky's houdt. Ja, anders is het zonde van het geld. Ja, meent. Hij is wel ernstig lekker. Mm-hmm. Ja. Lekker. Goed. We hebben de Lagavulin een 8 alles erbij laten komen. Volgens mij heb ik de 10 nog staan die we nog in de review moeten gooien. En we hebben nog steeds een azen op die. Google in the stalls dish. Nee, je hebt van. Hoe heet die personage van. Parks and Recreation, die sitcom. Ja. Nick Offerman, of Offerveld, of Nick Offerman. Die personage staat erom bekend dat hij de Covenant. Nee, dat hij Lagavulin drinkt in de serie. Dat hij fan is van de Covenant. En hebben een aantal special editions uitgebracht. Met zijn naam en gezicht erop. Ik dacht dat eentje sowieso 11 jaar oud. Ik ben even kwijt wat ze precies zijn. Maar die wil ik ook eens kijken of die binnen kan halen. Die wil een sample op zijn minst. Ja, oké. Dus als iemand daar een sampletje van heeft, hoor ik graag. Maar het is. Ondanks dus het tekortkomingen is wel een leuke whisky om. Maar heeft hij tekort? De eerste tekortkoming is de prijs. Ja, en de karamel. En de chill filter. Nee. Maar goed. Ja. Leuk, ja. Het is een leuke whisky. Ja, dat is een rare van. We zien bij de volgende de koevelen. Ja, nee. Ik ben kort, ik kan het gewoon niet meer normaal uitspreken. Dat wel kijken. Slaatje. Heel hartelijk uit. Maar, ja. De Goevelen. Hoe haal je de Goevelen uit? Ja, ik was al aan het kijken. Ik denk, die is wel wat. Dan naar Outback. En dan komt de Goevelen. Ben je dus? Zie je praten? Nee, ik moet kijken als ik toch wat extra ABV kan vinden. En, best bevallen. Een Outback kan ik ook wel waarderen, maar als ik moet kiezen, ga ik toch weer naar onze chill filter, die bijgekleurde. Te weinig alcohol. Ja. Het totaalplaatje bevalt me beter. Maar toch. Dit is niet mijn favoriete aardappeldistillerij. Dit is lekker, maar. Kalkomen staat ruim boven, heb ik zo'n idee. Kalkomen? Ja. Ja, 100%. De Goevelen. De Goevelen.